waar lag die? Ja, op de tafel heb je hem laten liggen ergens. Oh, hij lag er nog steeds? Ja. Dat is wel niet erg. En hoe noemen we dat? Op een schaal van de 1 tot knop over. Wat voor een momentje had je net? Twee knoppen. Yo mensen, welkom bij weer een gloednieuwe video en ik ben hier vandaag met Missie Mark. We willen graag ook EA bedanken, het EA Game Chasers Network, dat wij deze video mogen opnemen. Jij mag kiezen, ik heb al een survival gedaan, ik heb al een keer No Rules gedaan. Gaan we headers of volleys of long range doen? Long range. We gaan long range. Je moet dus gewoon injagen. Alleen maar afstandsschoten. Het idee is zeg maar, als je van binnen de 16 scoort, krijg je één doelpunt. Als je buiten de 16 scoort, krijg je twee doelpunten. Klinkt makkelijk. Dus even een duimpje omhoog. House Rules is eigenlijk het enige wat wij hier echt kunnen opnemen, wat echt leuk is. Het is ook echt leuk. Ja, het is oprecht fucking leuk. En verder hebben we nog niet heel veel opties. We kunnen nog geen FUT doen. We kunnen nog geen carrière doen, geen profclubs. Het is alleen maar aftrap en House Rules. Ja. House Rules, super vet. Je hebt nog meer video's van dat kunnen zien. Check even op het kanaal. Doe duimpje omhoog. Abonneer op Mark, abonneer op mij. En dan gaan we maar gewoon beginnen. Wie ga je pakken? Jij gaat City. Ja. We gaan voor Juve. Yes, City, City, City. Ik heb Ronaldo nu nog op. Weet dat? Op in de spits staan. Misschien ga ik hem wel op cam zetten. Let's go. Succes, Marky. Mag ik er best een long shot erbinnen? Of normale goals? Het is maar net hoe je ze wil maken. Ja. Maar ja, daar ben je niet echt trots op natuurlijk. Hoe doe je dat, wat jij doet? Peltje omhoog. Dan opties. Je kunt nu ook niet offside trap spammen zoals dat eerst zeg maar kon. Hoe kun je wel offside trap instellen? Want dan staat geen knop bij. Ook dat ze naar beneden. Ja. Maar dat is voor één keer, of hoe werkt dat? Ja, nee, ja, in principe is het heel vaak voor één keer, zeg maar het is geen permanente tactiek. Alleen eerst was het zo dat je dat kon spammen. En dan was het iets van ja, weet je, toch maar niet. Oh wacht, je moet natuurlijk geen dubbel tap doen per se. Maar ja, goed, dat is dus voor één keer gaat je verdedigende lijn openstaan. Maar als ik... Ja, en als je hem gebruikt, dan zie je een countdown. En zeg maar, zodra die afgelopen is, sta je speler weer op normale plek. Ah. Het is gewoon iets wat je één keer triggert om iemand, ja, dus buiten spel te zetten. Cheater! Gast, vijf mans verdediging. Echt? Ja. Zo? Hoe is dit achterbal? Ja, Benjamin Mendy, mijn Twitterheld. Ik heb dus gehoord dat Benjamin Mendy zijn humor heeft van mij. Maar, gaat er wel gewonnen worden nu? Ja, door mij. Ik moet ervan. Kunnen ze een beetje longshot in Italië in zijn vraag? Boom! 2-0. Ah, oh, 1-0. Schade. Hij had beter die eerste rol erin kunnen gaan. Ja, die was mooi. Maar Tweedy. Ik weet niet wie het schoot, maar. Goeie celebration trouwens. Firmino. Ik denk die ballen gewoon. Was die ballen? Kijk wat ik deed. Ja, dat was die ballen. Ballen ja. Ja, klote. Die bal er natuurlijk in. Maar ja, oké. Je staat wel gewoon voor. Ja, maar anders was het 2-0. Was. Ja, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Oh lord, oh lord. What else is there? I oh, wat? Je moet gewoon buiten de 16 schieten, want ja, doorlopen is natuurlijk saai. Het is gewoon een soort norm. Oh jee. Nee! Oh! Deed je thuis? Nee. Ah. Dat is gewoon normale dan. Oh, ik had voor deze al pasen. Chesney heeft er zin net. In. Ja, kom niet, dan maar bij Arsenal. Ja, dat hier nog. Ja, John Stones, daar wil ik mee longshotten. Of Vincent Kompany, ook een goeie. Of meer Paas, dat is ook wel mooi. Klote. Klote. Het mooie wat ik me net besefte is, dit is letterlijk het tweede potje wat ik met Juventus speel op dit hele evenement. Ik heb echt wel 20, 30 potjes gespeeld. Alleen toevallig de vorige aflevering dat ik iets deed, speelde ik ook met Juventus. Nou is het net alsof ik alleen maar met Juventus speel. Ah, je bent gewoon Juventus fanboy. Ja, totaal niet zelfs. Maar ik dacht, oh, dat is wel creatief, pak ik een ander team. Toen dacht ik heb dus ook gehoord dat jij tegenwoordig Ronaldo beter vindt dan Messi. Ach, hou je kop alsjeblieft, man. Optieven met die De Bruyne. We gaan niet geschoten worden, hoor. Dat is wel leuk als je deze game mode doet. Oh, dan wil je gewoon elk longshot voorkomen. Ja. Elk longshot moet voorkomen, hoor. Nee. Oh, hij pakt deze even ziek uit de kruis. Ja, dat doet hij dan weer wel, maar uittrappen kan hij dan weer niet. Oh, scheidsie. Soms moet je gewoon dit is wel een klein beetje rood, denk ik. Oh, goodbye now. Is toch survival? Oh, is toch survival? Gaan we maar door laten lopen. Oh ja. Oh jee. Oh ja. Boom. Gast. Wat een redding. Hoe kan je zo omvallen? Doffe dive. Besef, als jij nou een longshot scoort, dan win je. Ja, gast. Oh nee. Nee, niet een longshot. Een normale goal mag nog van me, maar geen longshot. Oké, okay, zo zeg. Gast. Oh.
Ah, bestand kon runnen. Zullen we nog een potje doen, want er is niet eens een longshot gescoord. Dat ik denk het dan mee. Ja, ja. Let's go, succes Mork. Ronde 2 jongen, na een longshotje. Longshots, ja. Dubbele punten, dat wordt gewoon schieten. Zodra je een gaatje ziet uit te halen. Pas, nu ga ik de gekste longshot scoren. Boom, Ronaldo. Edison, elke dag van de week. Je snapt dat ik gewoon alleen maar ga schieten met Ronaldo. Oh, for sure. En dat ik hem nu weer even terug ga wisselen. Op cam. Bonucci! Als je die had gescoord, dan kan gewoon nog gelijk een video opstoppen. Ja, dat was gewoon. Dan ben ik wel zo eerlijk in. Einde. Het was een heel leuke video. Ja. Time is 11 a.m. my time. Nee! Five. Nee! Oh mijn god, wie was dit? Aguero, die sport is zoals wat City tegen Raul. Die Aguero is knijtergoed. Hij schiet deze zo ziek binnen. En van buiten de 16 dus. Ja, sta je gewoon toch lekker 2-0 voor na 8 minuten. Ja, kijk, dit is toch zo'n highlight van zo'n video. Jezus Christus. Wat Rob niet kan, ja, dan moet je... Ach, joh, wat je... Kijk, zeg niet dat Rob vorige keer de paal raakte met een heel mooi schot. Dat gebeurde inderdaad. Boem! Nee. Oh. Ederson. Alleen maar schieten nu. Ja. Dat vind ik echt kapot. Ja, maar binnen de 16 is gewoon alleen met deze game. Hoor. Maar 2 binnen de 16 kan wel natuurlijk. Nee. Dit is een grap, hoop ik, hè? Zeg nu dat... Ha, grap, 1 april. Ha, grap, het is wel 2-1. Hoe kon het misgaan? Dit potje is wel nu al veel leuker dan de vorige. Ja, snap je. Je hebt één van longshot, je hebt gelijk gewoon een soort spanningsboog. Ik dacht, die gaat er gewoon weer in, hè? Voel de man. Ja hoor! En dan sta je 18 minuten met 4-0 voor. Look at this dude! Look at this dude! No. Gast, David Kaleman Silva. Het zit hem in zijn haren. Hij draait en schiet. Ah, hij is gewoon lekker. 10. Hoor je dat? Als iemand nou voorbij loopt, dan denk je echt gewoon, wow, hij is slack. Maar dan zeggen ze natuurlijk niet dat het de long range game is, zeg maar. Ja. Kijk, je spelen ze goed, maar zijn ze ook weer. Zo. Ik weet niet wat daar gebeurt, maar... Ik voel ik passie hoor in de afstand. Een soort van, groepsverkrachting. Het kan allemaal in Duitsland. Yo, kom maar. Oh. Boom! Dat moest als het binnen de 16. Ja, we zijn hier handig gekregen, dood. Gaan we. Pablito! Pablito! Ja. Ja, 3 schoten. 4 goals. It's the way of life. Ja. Vijfmans verdediging. Ja, ik kom er niet doorheen, joh. Dat is toch ook niet de bedoeling? Irritante gast. Weer Bonucci. Jongen. Geef me die vrije trap dan nog. Krijg je? Die even geel. Janic. Oh, Ronaldo natuurlijk. Ja. Huh? Ik ga die vrije trap gooien. Ik had liever die vrije trap dan deze corner gehad. Ja. Want kijk, nu gaan we. Counteren. Dit is een really nice counter. Very nice. I like. I give it a solid 5 out of 7. Perfect score. Oh, die krijgt rood. Nee, dat is veel. Nee, die had toch heel veel. Hoppakee. Inpakken. Volgens mij wordt er iemand echt helemaal kapot gemaakt. Oh, wacht, ik ben daar. Jij hebt ook 3 schoten, 4 goals. Om wat te dubbel tellen. Nee, dat zijn 4 goals. Oh, daar ligt zoveel ruimte. Oh, je schiet ineens. Met, je moest met zijn rechter. Passing, allebei 100%, wat is dit? Net als een 83, 79 of zo. Nou ben ik niet heel goed met cijfers, maar dat kan dan denk ik niet meer. Dit is 6-0. Oh, hij mist hem zo. Ik heb het idee dat schieten zeg maar beter werkt, behalve in deze game mode. Dat schieten dan moeilijker wordt. Ja. Maar dat denk ik gewoon dat je longshots probeert te forceren. Ja, oké, want in die games dat je geen longshots, dat je gewoon schiet, als je longshots gaan ze er allemaal in. Ja. Nu moet je longshots... Dat is vaak aan het doen. Na. Wat? Ja, ik wilde geen goodbye doen, maar ik kan niet zo mooi zien. Dus ik dacht, stop mogelijk. Ik hoor die supporters daarachter, die weet je, achter in de zaal schreeuwen ze 10. In het Spaans en Pools en Duits. Het is niet echt een succes, moet ik zeggen. Kwestie van perspectief. Check van ons 3. Oh mijn god, 6, 7-0. 7-0. Oh mijn god. Yeah. Nee, wel 6, hij was er net binnen. Oh. Waarom lach ik? Wat doe je uit lachen? Oh, maar dat was echt net te binnen dan. Kijk, wacht, moet ik even zien. Gast, ja, dit is gallery play. Barcelona is dat god. Huh? Gewoon buiten. Pardon? Oh, omdat de lijn misschien tellen ze mee. Dat hij ja, net maar binnen... de lijn is dan toch buiten? Ja, dan moet het millimeterwerk zijn. Bo!
Boom! Kikke dokter! Cristiano Yeet Naldo. Kadira! Oh, oh, oh. Ederson man of the match, hoor. Hoe kan eigenlijk het verschil tussen deze twee games zo groot zijn? Ze speelden exact is onmogelijk. Met dezelfde teams. Zelfde opstellingen. Alleen Ederson pakt echt alles. Ja, die is een goede keeper, hè? Oh. Boom! Nee. Ah, eindelijk. Die is fraai, hoor. Die is mooi. Hey, 6-2, kom nog jongens. Kom aan, nog 2 goals. Tactisch. Besef dat jij ook 4 keer hebt gescoord en ik 1. Ja. Ik kan nog 1 maken, is het gewoon 6-4, dat is best draaglijk. Ja, dat is best acceptabel. Ah, het is voorbij. Goed gespeeld. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Check ook even Mark's kanaal. Zoals je ziet, hij is geweldig in Longshot Games. En dan hoop ik jullie snel weer terug te zien. Tot de volgende keer. Ja, ja.